Zo smaakt Nederland. Ja, sommige bomen die hier staan, die zijn nog geplant door mijn vader. En dat is, ja, die ben dus ruim 50 jaar oud. Toen ik net geboren was, toen werd ik al 's morgens eens een voorraadkist die achter jou staat, die vol met peren zit. Ja, daar werd wat speelgoed in gedaan en daar werd ik gewoon ingezet. Nederland is eigenlijk het ideale klimaat om peren te telen. Want wij hebben hier als het ware een zeeklimaat. De winters zijn niet zo koud en de zomers zijn niet zo warm. Maar daar heeft een peer een hekel aan. Maar wat is een goede peer? Hij moet smaken, hij moet suikers hebben, hij moet gewoon echt lekker zijn. Xenia is sowieso een hardere peer als een Conference of een Douarnenez de Comminges. Die wordt niet echt zacht, maar ik vind dat lekker. Ik hou van, net als een appel, het moet kraken in je mond. Als ik in de dekenmarkt loop en ik zie daar mijn peer in, en als er helemaal strak en netjes bij ligt, dan loop ik daar echt als een trotse fruitteller loop ik daar rond, ja.